Landgenoten, broeders en zusters, bijerbeino. Het Holyfeest, oftewel Pagua, is een viering van de overwinning. Van het goede op het kwade. Hoewel het feest geworteld is in de hindoeïstische traditie, is het een feest dat over de hele wereld gevierd wordt. Ook in Suriname vieren we dit festival met z'n allen en het is niet meer weg te denken bij alle bevolkingsgroepen. Eenheid is dan ook een van de belangrijkste thema's van het festival. De moraal achter het verhaal is dat het goede altijd wint van het kwade. Holi is een vreugdevolle tijd waarin mensen samenkomen om hun verschillen te vergeten. Grieven uit het verleden te vergeven en de vreugde van het leven te vieren. Mogen dit unieke kleurenfestival dan ook een vreugdevolle uitdrukking zijn van de geest van het bestaan van de verschillende sociale en culturele systemen in onze samenleving. Mogen het de broederlijke banden, eenheid en saamhorigheid tussen onze burgers versterken. Wij leven in een multi-etnische en multiculturele samenleving. We moeten respect tonen voor elkaars cultuur, religie en afkomst. Respect en tolerantie naar elkaar is van eminent belang. Het Holi Festival symboliseert de levendige kleuren van onze diverse multiculturele samenleving. Maar het symboliseert ook de geest van tolerantie en harmonie die de essentie van onze cultuur en beschaving weergeeft. En dat alles vieren we gezamenlijk door gekleurde poeder in de lucht te gooien of strooien. Landgenoten, als vader des vaderlands roep ik de samenleving op om alle verschillen die er mogen bestaan tussen individuen en groepen achterwege te laten. Vooral in deze tijd waar ik een sterke mate van polarisatie zie in ons land. Het baart bij mij ernstige zorgen. Broeders en zusters, dit Holyfeest is een van de vele religieuze feestdagen die in ons kleurrijk Suriname mensen samenbrengt. Een festival dat uitnodigt om alle belemmeringen van zich af te schudden. En zich verenigd te voelen in één grote kleurrijke groep, dus één grote familie. Laten we als volk zoeken naar de overeenkomsten in ons Surinamer zijn. Om zo te groeien naar natieversterking, onze eigen nation building. We zitten niet in een makkelijke tijd en dat erken ik. Als president vraag ik u om wat geduld te betrachten. De regering zal u niet in de steek laten en heb vertrouwen in onze regering. Gezamenlijk zullen wij ons inspannen voor een beter Suriname. Mogen de holivering ons inspireren tot rust, vrede, harmonie, orde, discipline, maar ook eerlijkheid, saamhorigheid en broederliefde, welke de basisingrediënten zijn van ontwikkeling en vooruitgang. Broeders en zusters, hoe moeilijk de situatie in het land ook is, we moeten nimmer het pad kiezen van het kwade, maar altijd het pad kiezen van het goede. Het pad van het kwade brengt geen oplossing. En laten we samen eensgezind optrekken en afrekenen met al het kwaad. Laten we als volk eensgezind, zoals de kleuren en geuren van Holi in elkaar opgaan, optrekken met geloof, hoop en liefde. Laten we ervoor zorgen dat er vrede, veiligheid en welvaart komt voor iedere burger. Broeders en zusters, hoewel de COVID-19-pandemie redelijk onder controle is, vraag ik u toch
om voorzichtig te zijn bij het vieren van dit kleurrijk feest. Laten we uit het holiefeest kracht putten om naar het goede te streven, om met voortvarendheid te werken aan de verheffing van het land en ons volk. Ik wens de totale Surinaamse bevolking, maar ook de Surinaamse diaspora en in het bijzonder de Hindoe-gemeenschap een gezegende holi toe. Mogen uw leven, net als een regenboog, gevuld zijn met de kleuren van liefde, vriendschap, gezondheid, eenheid en blijdschap. Shubholi aan jullie allen toegewenst. God bless you all.